Welkom terug op mijn survival eiland. We zitten hier op mijn kleine bootje in het giftige water. En ik zie dat het eigenlijk gelijk avond wordt. Dus voordat wij ons avontuur gaan beginnen, gaan wij heel even snel naar mijn huisje toe. Om een klein tukkie te doen. Hallo, lekker wit bedje. Ik heb zin om te slapen. Goed, het is een nieuwe dag, nieuwe kansen. We zijn hier op mijn survival eiland. Het water is nog steeds net zo giftig als altijd. En in de vorige video hebben we heel wat avonturen beleefd. We zijn naar de Nether gegaan. De Nether is... normaal? Denk ik? Oh, het is gewoon normaal hier. De Nether is gewoon hartstikke normaal. We hebben een prachtig mooi eiland gevonden daar. Met best wel een leuk interieur. Dit huis is al helemaal... Wow! Hier wil ik wonen. En we hebben een villager-eiland daar gevonden. Ook heel leuk. Maar in deze video wil ik even naar het pillager-eiland daar. En ik wil een bezoekje brengen aan de mysterieuze UFO. Maar voordat we naar de UFO gaan, wil ik heel even het pillager-eiland bekijken. Ik ben wel heel benieuwd wat daar namelijk is. Ik ben bang dat ik wel moet gaan vechten. Maar ik heb mijn schild heb ik bij me. En ik heb mijn helm heb ik ook bij me. Eten hebben we nou niet echt veel meer. Dus hopelijk vinden we daar wat eten. Maar ik gok dat we hier wel wat pilletjes gaan vinden. Dat het wel een gevecht gaat worden. Dus laten we even voorzichtig aanmeren hier gewoon aan het strand. Hoppakee, daar zijn we op het land aangekomen. Wat hebben we hier allemaal voor ons in pet? Oh, een mine. Laten we eerst even kijken of we wat dingen kunnen looten. Dit ziet er allemaal leeg uit. Dat vind ik nou heel jammer. Dat vind ik serieus heel jammer. Laten we... Ja, we gaan eerst de mine doen. We gaan eerst hier naar beneden. Even kijken wat hier... Oh, jongens. Oh, wat een ijzer. Wat een kool. Gaan we hier ook diamonds vinden? Of emeralds of zo? Dit gaat diep. Oh, dit gaat heel diep. Wat? Ja, emeralds, diamonds. Ik zie ze al. Diamonds, emeralds. Wat hebben we nog meer? Nog meer emeralds. Altijd welkom. En nog wat diamonds, jongens. Oh, wat heerlijk. Wat heerlijk. Wij gaan deze video ook diamond armor maken. Dat had ik vorige video beloofd, jongens. Deze video gaan we diamond armor maken. Dat gaat helemaal goed komen. Is er nog meer... Zijn er nog meer dingen die ik graag wil hebben? Ja, kunnen het ijzer en kool kunnen we wel even... Nou, kool hebben we al genoeg en ijzer hebben we eigenlijk... Ook wel genoeg. Maar het ijzer... Laten we het ijzer maar meenemen. Wat verfrissend om een eiland te vinden waar ik gewoon veilig kan rondlopen en kan looten en kan minen zonder dat ik doodga door water of andere beesten. Zit hieronder nog iets verstopt? Nee. Oké, dat was hier beneden. Zit hieronder iets verstopt misschien? Nee. Laten we dan nu het huis ingaan. Althans, het fort. Ik ben benieuwd wat dit is. Hallo? Is er iemand thuis? Oh mijn god. Ik zeg bij elke keer als ik ergens aankom, dan zeg ik, dit is echt een mooie plek om te wonen. Maar dit is niet alleen een mooie plek om te wonen. Dit is ook een veilige plek om te wonen. Hier is de deur. Hallo? Is er iemand? Kijk, hier zit een spanner van een pillager. Dus is dat een missie? Is er een missie dat ik pillagers moet vermoorden? Volgens mij is er geen missie dat ik pillagers moet vermoorden. Maar ik laat ze maar heel even spannen. In principe, wie weet is er in de toekomst een missie ervoor. Hé, hey, hier is een kist. Hé, hey, emeralds. Emeralds is fijn. We hebben een crossbow. Oké, okay. Dat is ook wel heel fijn. Hier is nog een spanner zo te zien. Die gaan we ook even laten staan. En hier is nog meer loot. Nog meer emeralds. We kunnen weer een nieuwe waterpotion maken, jongens. Het is zover. Het is zover. Een bottle of enchant. Ik gooi gewoon gelijk op mezelf. Had ik niet meer levels dan dit? Ik dacht dat ik meer levels had. Oh, ik heb geen enchant in mijn vorige aflevering. Oké, okay, hier ook nog een ding is. Een spanner. Alleen ze spannen niet. Niet dat ik dat heel erg vind of zo. Ik bedoel, laat ze maar lekker niet spannen. Ik vind het wel vreemd. Is er nog loot ergens? Volgens mij niet. Oh mijn god, jij bent gespannen. Ik schrik me helemaal kapot. Oh mijn god, ik schrok me helemaal kapot. Oké, er is hier voor de rest alleen niet echt heel veel te doen. Dat is wel weer jammer. Ik had gehoopt op misschien nog meer kisten, misschien nog meer loot. Maar dat valt een beetje vies tegen. Maar het is wel een mooi eiland om te wonen. Mogelijk. Oké, laten we dan heel even wat hout meenemen. Nou, we gaan wel even wat spulletjes bij mijn basis ophalen. Dan gaan we even diamond armor maken. Dan hebben we die missie behaald. En dan wil ik naar de befaamde UFO toe. Gaan we even omhoog bouwen. Of misschien dat hij omhoog kan beamen. Ik denk het niet. Ik denk dat ik gewoon moet gaan bouwen. Maar ik ben wel heel benieuwd. En misschien, ja, ik denk dat deze dungeon hier, dat is de bedrock dungeon die ik een paar afleveringen geleden had gevonden. Ik denk dat die nog wel te gevaarlijk is om deze aflevering te doen. Laten we beginnen met die UFO. Dat vind ik wel leuk. We hebben 37 diamonds in totaal. Dat betekent diamond leggings. Dat betekent een diamond chestplate, diamond helmet en diamond boots. En als we die aantrekken, krijgen we als het goed is, dan komt hij de missie. Boom! Niet. Huh? Dat is toch een missie? Hier. Craft diamond armor. Dat heb ik gedaan. We kunnen ook nog diamond tools erbij craften. Is dat een ding? Dat zou misschien kunnen. Dus een diamond shovel erbij. Een diamond axe erbij. Een diamond zwaard erbij. Ah, daar hebben we hem. Daar hebben we hem, jongens. Dat was hem. Laten we die oude tools dan maar gelijk wegdoen. Het zwaard houden we ook bij ons. Enige is, ik weet niet welke armor beter is.
mijn diamond armor hier of mijn enchanted iron armor. Ik denk dat ik de diamond armor nog even uitdoe. Ik deed het eigenlijk ook puur voor de missie natuurlijk. Hey, we hebben raw beef. Die kunnen we hier even omkoken tot gewoon eten. Lekker. En dan die diamond armor die ik heb, die gooi ik denk gewoon op die dinges hier. Zo. 1, 2, 3. Hoppakee. En de helm, die gooien we gewoon in de kist. Dan nemen we wat blokken mee om daar omhoog te bouwen. We hebben hier cobblestone. Dat is goed genoeg. Dan wachten we even tot al mijn vlees hier gekookt is. Althans, of best wel wat. Want dan kunnen we gewoon blijven eten. Trouwens, heb ik niet wat gold? Ja. Ik heb hier best wel wat gold. Dan kunnen we ook gewoon even wat golden carrots erbij. Ja, in principe redden we het nu wel. Als ik nu gewoon ga, dan kom ik later wel terug voor het andere eten. We redden het voor nu wel. Het is tijd om naar de UFO te gaan. Oh, ik ben zo blij met dit bootje. Echt ongelooflijk. De hele tijd die hier routes maken met die bruggen en zo. Dat was leuk, maar best irritant. En ik vind het heel fijn dat ik nu gewoon met een bootje hierheen kan bouwen. Enige is, hoe ga ik pad daar nou maken? Ik denk dat ik dan wel eerst vanaf hier iets moet maken. Een brug daarheen. Want ik kan natuurlijk niet op mijn bootje gaan bouwen. Wat is dat nou weer? Waarom is daar een pilletje met een pompoen op zijn hoofd? Wat doe jij daar helemaal in de verte, joh? Wat ben je daar achter de boorder aan het doen? Hallo, wat doe je daar? Ik heb geen idee. Laten we in ieder geval hier omhoog gaan. Kan ik via de onderkant? Ja, ik kan via de onderkant erin. Maar dan moet ik eerst even hier wat hout hakken om een brug die kant op te maken. Want ik heb niet genoeg blokken hiervoor bij me. Daar had ik niet over nagedacht. Zo, dan hebben we genoeg blokken. Maak even een brug die kant op. Want we kunnen natuurlijk niet zomaar op het water ineens met cobblestone gaan bouwen. Dat werkt niet op die manier. Waarom volg je mij? Ik heb niks voor je. Ik heb letterlijk niks voor jou. Blijf maar op je stomme eiland. Nee, laat me met rust. Ik heb niks voor je. Ik heb geen emeralds bij me of zo. Ga weg. Oh mijn god, hij volgt me echt. Waarom volg jij mij? Wat is er zo interessant dat je me moet volgen? Ik vind het helemaal niet heel erg of zo, maar ik vind het wel een beetje vreemd. Oh, ik ben er voorbij gegaan. Ga maar lekker zwemmen. Het water is toch niet giftig voor jou voor een of andere reden. Oké, het wordt in één keer heel duister en donker. Dat betekent dat we bij de UFO's zijn aangekomen. En wat is dat? Ik zie zombies. Oké, dat is misschien niet heel vervelend. Zombies vallen wel mee. Ik ga wel mijn schild even pakken. Oké, ik hoor skeletons. Ik heb mijn schild gelukkig bij hem. Ik hoor heel veel monsters zelfs. Oh jee. Oh ja, wat ik zie ook echt niks. Had ik geen toortjes mee kunnen nemen? Niet slim. Niet slim. Het is weer donker. Hallo? Oh god, creepers. Oh, creepers. Oh god. Oh, oh, oh! Nee, uit het water! Uit het water! Uit het water! Oh, eruit! Oh mijn god! Oh mijn god, dat was echt... Dat ging echt helemaal mis. Dat ging echt helemaal mis. Oh mijn god, er is daar een creeper die moet even dood. Ga jij maar dood, creeper? Kom maar. Hebben we hem? Nee, we hebben hem niet. Hij staat er nog steeds. Creeper! Bam! Ja, we hebben de creeper. Oké. Oh mijn god, dat ging echt net aan goed. Dat ging echt net aan goed. We gaan even wat toortjes meenemen om daarboven gelijk te plaatsen. Want ik vind het nu al niet leuk dat het zo donker hier is. En ik zie dat op dit eiland ook toortjes staan. En ik ga hier een bed meenemen. Ik weet niet wie's bed ik ga stelen, maar ik ga iemand zijn bed stelen, jongens. Het spijt me enorm. Is hier een bed? Hierboven misschien? Ja, 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 jij bent voor mij. Ik had al een bed bij me. Wat doe ik nou weer stom? Sorry, ik stop je bed al terug. Spijt me. Ik had een bed meegenomen. Het ging echt eventjes helemaal mis. Er staat ook in één keer een spin hieronder weer. Ik weet niet wat hij hier doet. Ik heb ook mijn zwaard bij me. Waarom pak ik die gewoon eerder? Hallo, spinnetje. Jij gaat even dood. Oké, laten we omhoog bouwen. Plaats hier beneden. Plaatsen we even een toorts. Zodat in ieder geval wat licht hier beneden is. Dan gaan we via deze oude route weer omhoog. Jij gaat ook even dood. Kom maar hier. 1, 2, toen koppakee. Het ging echt helemaal mis net. Ik ben blij dat ik het heb overleefd. Oké, wat hebben we... Oh mijn god, creeper. Oh, oh, oh mijn god, dat was een creeper. Oké, toorts plaatsen als eerste. Hallo, wat is dat? Wat ben jij? Nee! Ja, het gaat weer mis. Het ging weer mis. Wat ben jij? Wow, ik wil... Laat me met rust. Wat is dat voor monster? Dat is ook wat daar buiten de borden zit. Het is een alien. Het is letterlijk een... Au. Het doet me... Letterlijk als ik hem raak, doet het mij pijn. Oh, hij heeft thorns. Het is een alien, jongens. Oké, die creeper die kan ik wel aan. Dat is het probleem niet. Ik wil alleen niet dat dat ding bij mij in de buurt gaat komen. Oh mijn god, wat is dat voor monster? Is het veilig om weer naar boven te gaan? Je bent traag in het water, dat scheelt. En dan gaat alleen niet dood. En wat voor stokje heb jij? Wat voor wapen is dat? Kan ik die krijgen? Ik wil het niet uitvinden op een slechte manier. Hoe heet die ook? Alien! Het is echt een alien! Oké, hij is dood. De alien is dood. We gaan weer naar boven. Poging 3. Misschien dat ik niet via de onderkant erin moet, jongens. Misschien kunnen we proberen om via een soort zijkant erin te gaan. De onderkant is telkens geen succes. Dit gaat echt 100% weer fout. Dit gaat 100% weer fout. Oké, we zijn er weer. We zijn er weer. Laten we even een klein platform hier creëren voor onszelf. Zo. Enige is, daar kunnen de creepers ook op vallen. Met de toorts erbij. Ik kom eraan. Ben ik welkom? Ik ben er. Oké, het zijn alleen nog maar skeletons. Niks aan de hand. Dood. Sterf. Oké. Laten we mijn bed hier plaatsen, zodat we mijn spawnpoint even kunnen zetten. Dus stel, ik ga dood, spawn ik hier. Oké. Jij gaat dood. Helemaal prima. Wat is er allemaal gaande in dit... In dit chest? Oké. Wat hebben we nog meer hierboven? Oh, een creeper. Oh jee. Sterf. Pas op.
Ja, en bonk, hoppakee, die stoot. Oké, wat is dit? Een rotte fles? Het is een heel laboratorium hier. Ze zijn met koeien aan het experimenteren. Wat is er allemaal gaande in deze UFO? Er wordt echt van alles gedaan. Het is een heel laboratorium dit. Die koe, wees vrij. Testkoe, wat is dit? 4142. Hoeveel koeien hebben ze al verpest? Koeien, je bent vrij. Wees vrij. Wat voor loot hebben ze hier? Allemaal kisten. Oh, een alien helm. Oh mijn god, ja. Een alien helm en een pottery shard. Dat is ook leuk. Oké, beef en het wapen. Een alien zwaard. Ja. Ja, we hebben een alien zwaard. Oh, dat vind ik leuk. Protection en thorns. Ik kan hem op mijn hoofd, alleen daar zie ik niks. Daar zie ik letterlijk niks op het moment. Dus ik denk niet dat ik hem op wil doen, maar het is wel leuk om te houden. Het alien zwaard gaan we zeker houden. Die wil ik even testen op iets zelfs. Wat hebben we nog meer? Wat is er hier nog meer? Is dit het ook? Dit is het ook gewoon. Zit hier nog iets in? Ah, dat is zo spannend. Oeh, die aliens gaan we vermoorden. Die wil ik niet hebben. Die aliens die willen we niet nog een keer laten spannen. Zit hier achter nog iets? Nee, ook helemaal niks. Oké. Dat was de UFO blijkbaar. Ik moet zeggen, het feit dat we een alien zwaard hebben gekregen. We gaan testen op deze koe. Oh mijn god, die slaat die koe gewoon in één keer dood. Oh, ja, ik ben hier echt blij mee. Ik ben hier echt heel blij mee. Wat een succes. Laten we deze dingen gelijk weghalen hier. En we gaan weg uit de UFO. We hebben aliens vermoord. We hebben alien wapens gekregen. Beter dan dit kon het niet. Dit is echt... Oké, dan gaan we snel terug naar huis. Want dan gaan we even kijken wat voor loot we allemaal hebben. Want op zich hebben we best wel gekke dingen hebben we inmiddels. Oké, we zijn weer thuis aangekomen. Helemaal top. Wat hebben wij allemaal? Ik wil die skeletonhoofd wil ik hier eraf hebben, zo. Nee, het skeletonhoofd, ja. En dan wil ik daar die alien helmet plaatsen. Dat vind ik leuk, een alien helm. Plaatsen we het hoofd, plaatsen we wel hier. Wat hebben wij allemaal gekregen? Het zwaard gaan we wegdoen, want we hebben natuurlijk een veel beter zwaard. Ik ga ook even wat troepjes weggooien die ik niet specifiek hoef. Mijn eten is in de tussentijd ook klaar, dat is ook fijn. Oh, dan hebben we heel wat eten ineens. We hebben 30 emeralds, wacht, dat is ook een missie, ja! We hebben de emeralds behaald! Oh, top, dat is een nieuwe missie. Kunnen we nu wat, met best wel wat emeralds, kunnen we volgens mij wel wat halen. Kunnen we ergens een enchantment table bijvoorbeeld de ruilen of zo? Misschien met een van... Oeh, deze met generators zijn ook weer helemaal vol. Oh, wat heerlijk om al die oors gratis te krijgen. Geweldig. Oké, wat heb jij, Simon? Ik kan weer een onderwater potion, dan kan ik weer even onder water ademen. Ik kan er zelfs 2 halen, dat is ook heel wat. Oké, maar voor een stack emeralds zou ik een enchantment table kunnen krijgen. Dus ik denk dat het beste wat we kunnen doen is daar even voor sparen. Want een enchantment table is ook een missie. Dus laten we daar maar even voor sparen. Dan hebben we een stack nodig. Dat moet wel goed komen. Moet 100% goed komen. Maar dan moeten we wel sugarcane gaan farmen. Ik heb er maar 6, want ik moet uiteindelijk papier hebben en boekenkasten en zo. Dus laten we die wel vast eventjes gaan farmen. Althans een beginnetje gaan maken aan die farm. Doen we dat op ons eiland hier? Ik denk het gewoon zo, toch? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Zo, hoppakee. En dan groeit het zelf wel. Wat voor missies moet ik nog meer halen? Dus die enchantment table. Het Skulk eiland. Welk eiland is dat? Dat is die daar. Daar kunnen we ook wel... Nou, laten we daar gewoon nog eventjes heen gaan. Waarom niet? Dan hebben we gelijk nog een missie behaald. Oh, we moeten wel omvaren. Want ik heb mijn boot precies hier. Oh mijn god, dan moet ik echt heel ver omvaren. We hebben een alien zwaard met looting 2. Dat is wel heel bijzonder. Ga je even een gat in de brug maken. Anders moet ik echt te ver omvaren om naar het Skulk eiland te gaan. Zo, hoppakee. Skulk Island, wat heb jij voor mij in de aanbieding? Wat heb jij te bieden? Zeg me niet dat er een warden spant of zo. Dan word ik echt letterlijk... Dan ga ik echt huilen als er een warden zou spannen. Dus laten we wel shiftend het eiland opgaan. Biome-bezoeker? Oh, dat is een normaal... Oh jee. Is het veilig? Ik weet het niet. Dan moet ik alles slopen. Wacht, laten we gewoon kijken wat hier is. We hebben een coal generator, een copper generator, coal generator, iron generator, echo shard. Ik heb niet het gevoel dat er een warden kan spawnen, jongens. Ik heb het gevoel dat het veilig is, dat het maar loze geluiden zijn. Al moet ik zeggen, ik vind de geluiden niet heel tof of zo. Het is een beetje angstaanjagend zelfs. Maar volgens mij gaat er niks gebeuren. Zijn er nog meer dingen om te looten hier? Of is dit het gewoon? Is er niet meer dan dit? Ik heb het gevoel dat er niet heel veel meer dan dit is. Ik ga hier weg. Ik ga weg hier. Doei. 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 We hebben geloot en daar ben ik trots op. Wat is dit? Nu we hier toch in de buurt zijn, ga ik gelijk even kijken wat dit is. Ik denk dat dit een soort van onderwater bunker is. Alleen hier kan ik niet in totdat ik die potion heb. En die hebben we nu natuurlijk nog niet. En we gaan sparen voor een enchantment table in plaats van potions. Dus die moeten we maar heel even met rust laten. Heel angstaanjagend eiland. We hebben hem bezocht. Ik denk dat ik er nooit weer terugkomen. Misschien voor de boomblok ooit. Zo, parkeren we ons bootje weer even hier. Hoppakee. Dan hebben we een iron generator, copper generator en coal generator. Dus ik denk dat ik die dan maar heel even hier ga plaatsen. Gewoon zo. Wat hebben we veel van die generatoren hier. En het genereert ook echt veel. Het is gewoon letterlijk... Je hoeft niet te minen in deze serie. Omdat je gewoon deze dingen hier hebt. Die generators. Oké, dan wil ik nog een dingetje gaan doen. En dat is namelijk... Ik heb hier deze fishing rod met lure 5. Er is een missie. Dat is de missie dat ik alle soorten vissen moet vangen. En ik heb een zalm. Kabeljauw. Ik heb van die schelpjes gevangen.
Ik heb pufferfish gevangen, maar ik heb nog niet een tropisch visje gevangen. Dus laten we heel even een tukkie doen. En dan gaan we heel even kijken tot we echt diep in het warme water zijn. En dan kijken of we een tropisch visje kunnen vangen. Ik heb het gevoel dat ik hier gewoon net niet in diep genoeg water zit. Kijk, we zitten nu wel echt in de warm ocean. En volgens mij kan je daar van die tropische visjes vangen. Komt hier de eerste vis? Oké, geen tropisch visje. Nog steeds geen tropisch visje. En ik kan maar 6 vissen vangen voordat deze hengel stuk is. Dus ik denk dat ik hem ook moet gaan repareren daarna. Als ik niks vang wat ik wil vangen. Want het is wel een hele snelle hengel dit, moet ik zeggen. Kom op. Kom op, ik kan nog maar 1 laatste en dan moet ik hem echt gaan repareren, anders gaat hij stuk. Kom op, tropische vis, tropische vis. Nee, ik moet hem repareren. En daarvoor moet ik even een hele nieuwe hengel maken die niet bijna stuk is. Dus dan hebben we even wat sticks nodig. Oké, hoppakee, dan hebben we wat strings nodig. Heb ik die ergens liggen? Ja, we hebben strings hier. Kunnen wij maken een prachtige vishengel en dan kunnen we die repareren op deze manier. Hoeveel gaat het kosten? 2 in chance. Maar oh joh, niks aan het handje. Oké, dan gaan we ook even naar echt een vers stuk varen in plaats van waar we net waren. Kijk, want dit hier is cold ocean. En het warme water hier, dat zie je ook duidelijk. Dit is gewoon een warm ocean. En hier zwemmen ook van die tropical visjes, dus dat is goed. Dan gaan hopen we dat we nu als we een beetje bij hun in de buurt vissen, dat we ook een keer zo'n tropical fish krijgen. Het ding is, ik heb geen luck of the sea, dus het kan wel eventjes duren. Oké, jongens, ik heb echt geen idee. Ik heb van alles geprobeerd. Nou, van alles geprobeerd. Ik sta hier echt al een tijdje gewoon te vissen. En ik vang van alles. Letterlijk vishengels, loot, alle soorten vissen. Behalve een tropical fish. En dat is precies het enige wat ik nodig heb. Hou ze op met je vis. Ik hoef geen vishengels erbij. Ik heb al genoeg vishengels. Ik wil gewoon een tropisch visje. Oh, mijn vishengel stuk. Oh, ik let er niet op. Mijn vishengel stuk. Oh, nee. En dat was zo goed. Er stond lure 5 op. Oh, nee. Wat zonde. Weet je, dan maken we deze ook nog even op met twee dingen erop. Prima. Deze kan ik nog maar 2 keer gebruiken en dan vind ik het al goed. Dan heb ik echt mijn best gedaan om gewoon een tropical fish te vangen. Ik zit in een warme oceaan. Waarom vang ik het niet? Kom op. Dit is de laatste vis voordat mijn hengel breekt. Tropische vis. Kom op. Ik weet dat ze daar zwemmen, maar ik moet hem met mijn hengel vangen. Ik weet dat je met een emmer kan vangen, maar dat is de opdracht niet. De opdracht is dat ik hem daadwerkelijk met mijn vishengel vang. Wat is dit hier? Krijg ik hem trouwens... Oh mijn god, het wordt hier... Oh, waarom wordt het hier zo duister ineens? Oh, het wordt wel heel duister ineens hier. Oeh, hier komen we later wel terug. Ik zit in de warm ocean, maar moet ik dan misschien in een Luke ocean zitten? Dat is een andere biome en daar is volgens mij de oceaan nog warmer. Is dat de situatie? Nou, het lijkt niet alsof er op 1 plekje de oceaan nog warmer is dan op de andere plekken. Dus ik gok dat het wel gewoon kan, maar het lukt me gewoon niet. Om een of andere reden. Nou, we zijn bij thuis aangekomen. Laten we even slapen. Het enige water wat echt, echt wel heel blauw is, is dit water hier. Maar ja, ik zie het ook niet voor me dat ik hier een tropisch visje ga vangen. Eén groot voordeel hiervan is dat ik nu wel heel veel... Kijk, ik heb tropische visjes, maar ik moet die tropische visjes vangen. Wacht, misschien heb ik een lifehack. Zou dit werken als ik hem gewoon in het water gooi zoals dit? Dan met mijn vishengel opvang... En dan op vis. Nee, dat werkt niet. Moet ik hebben. Ik moet jou vangen. Ja, het voordeel wat ik hieruit haal, jongens, is dat ik nu wel tropische vis heb om te ruilen voor emeralds. Dus we kunnen hier nog even naar boven. En naar Simon toe hier. Want Simon die ruilt wel dit allemaal om voor emeralds. Dat is wel heel fijn. Zo, dus dan hebben we 17 emeralds erbij. Hebben we dan niet al... Wacht, volgens mij hebben we er niet al een stack. Nee, dan hebben we nog geen stack volgens mij, hè. Ik heb een stack nodig. Volgens mij hebben we dan nog net geen stack, maar komen we wel in de buurt. Even kijken. Oeh, 58 jongens. 58 emeralds. We komen in de buurt. Goed, dan vond ik het een redelijk productieve aflevering vandaag. We hebben de UFO bezocht. We hebben het Pillager Island bezocht. En we hebben dat Skulk Island bezocht. We hebben best wel wat gevist. We hebben aliens verslagen. Ik ben helemaal tevreden. Voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook vooral niet te abonneren. Je moet even abonneren. Abonneren is helemaal gratis. Waarom ben je nog niet geabonneerd? Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Heb je die nou nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken, want dan heb je gewoon heel veel lol in je leven als je deze video kijkt. En dan nu spreek ik later, glaasje water, wie vlees je bier tot de volgende keer. Wow, 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 wow.